Af en toe kijken mensen mij echt raar aan als ik zeg, ik probeer om vijf uur op te staan. Lukt me niet altijd. Mijn wekker gaat op dit moment één minuut voor vijf. Vanochtend was ik om vier uur wakker. Ik was niet heel vroeg naar bed voor mijn doen. Um, um, eerlijkheidshalve, vijf uur opstaan betekent natuurlijk niet om elf uur gaan slapen voor mij. Um, ik weet dat Joseph McClendon The Turt en Tony Roberts zeggen, wij slapen maar vijf uur per nacht. Ik hou het graag nog steeds bij acht. En meestal worden er de zeven. Uh, dat gaat best wel goed. Ik merk wel soms dat ik, uh, uh, hè, dat ik het ochtends wel moeilijk vind om uit bed te komen. Uh, maar ik doe het toch. Ik, ik, ga, ik zeg tegen mezelf, ik ga ervoor. En uh, er is een hele belangrijke reden. En uh, ik ga jullie meenemen in mijn reis. Mijn reis van vijf uur naar vijf uur ochtend. Want... Zoals velen van jullie weten, ik heb twee fantastische kinderen. Hartstikke leuk. Die gaan om 7 uur naar bed. 7 uur half 8. Heel af en toe de laatste week uh, ook wel wat later. Omdat het gewoon met halen en brengen en dingen allemaal door elkaar. Dus gisteren was het ook al een stukje later dan, uh, dan uh, wenselijk. Maar we proberen ze toch om 7 uur wel uh, allebei in bed uh, te hebben. Dan hebben we een paar uur uh, voor onszelf. Maar ja, ik merk gewoon. Bij mezelf gewoon leuk die tijd, uh, die twee, drie uur. Alleen, ik, ik ben na zo'n werkdag ben toch wel moe, een tijd met de kinderen, vroeg, uh, vroeg opstaan. Uh, vaak zijn de, waar was Jens de oudste, toch wel om half zeven uit bed. En dan horen we heel hard, papa, mama, schaapjes, even je ogen open. En dan, uh, nou, dan komen we, we opdagen. Nou, dan stap je zo uit bed met je brakke kop, misschien herkenbaar voor sommigen. En dan denk je, oh ja, de dag begint weer. En dan is het kind dat dan stuit, 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 stuit. Dat is niet elke ochtend, maar het komt echt voor dat ik denk... Wauw, wat een energievriend, waar komt dit allemaal vandaan? En hij denkt, ja, ja ik heb er zin in en uh, lekker slapen. Nou, papa, kom, uh, we gaan uh, meteen door. door. Door, 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 door. Er lijkt geen rem op te zitten. En dat dus je echt denkt dan, vooral uh, nou ja, op maandag en woensdag gaan ze uh, vaak naar het Dus dan uh, ben je blij als je even rustig uh, aan het werk kan en dat de collega's vaak nog, uh, nog uh, eens een bak koffie naar binnen hebben voordat zij ook wakker zijn. Dus uh, nou, dat, uh, dat, uh, dat uh, was eigenlijk vroeger mijn ochtend. Ik stond op, uh, meteen de kids, meteen door, door, door. Uh, voor corona was het uh, 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 7 uur de deur uit. Nou, dan ben je gewoon aan het haasten. En uh, voor corona begon. Begon ik ook wel een beetje met proberen ja, wat vroeger op te staan, toch wat meer tijd in de ochtend. dat dus je merkt met kinderen: een half uurtje is niet genoeg als je weg moet. Kijk, als ze heel jong zijn, dan gaat het allemaal wel mee. Maar Jens is nu zo'n leeftijd, die wordt wakker en die wil eerst gewoon even lekker spelen. Uh, zo had ik laatst, toen was hij net een kwartiertje wakker, toen zat hij echt op de bank nog een beetje zo suf te kijken. Van, uh, Hallo papa, ja, heb je lekker geslapen? Ja, wil je nog even in bed? Nee. Wil je eten? Nee. Nou, dan hebben we even gewoon rustig een kwartiertje genomen. Toen was het was daar kort voor zeven. En ik zat op de klok te kijken. En denk ik: Oh ja, vroeger stond ik nu ongeveer onder de douche. Had ik mijn lunch al klaargemaakt. En klaar om te gaan. Dan was ik zeven uur, vijf over zeven. Was ik weg. Als ik met de, trein ging, met de trein ging. Moest ik om zeven uur weg zijn. Anders haalde ik de trein niet. Ik weet, dat was gewoon. Dan sprong ik echt op de fiets. Fiets ik als een malle. De kortste dat ik het ooit heb gefietst is vijf minuten. Dan moet je echt hard doortrappen. Nou ja, uh, voor de die geen weten hoe ver het is. Uh, je moet je redelijk doortrappen. Ik denk dat er altijd mensen zijn, nou het is niet heel hard. Maar goed, als dat je eerste echte workout is in de ochtend. en je stapt dan ongeveer, hè, je bent de douche uit en je, je voelt het zweet al een beetje komen. en je moet nog de hele dag. Ja, dat is ook niet een lekkere manier om te beginnen. En dan, uh, dan heb je geluk als het niet regent of zo of dat je nog de kinderen even weg moest brengen, omdat ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Um, nou ja, dat was gewoon stress en ik had zoiets. Ja, dat is niet fijn. En daarom ben ik gaan kijken, goh, wat kan ik doen? Toen ben ik begonnen met het boek Miracle Morning. De gewoon de principes van Miracle Morning. Uh, ik heb het e-book geluisterd. Ik heb het boek zelf dus nooit gelezen. Ik weet dat ik heb het e-book samen met mijn vriendin in de auto geluisterd lange tijdens wat uh, wat ritten. En uh, oké, okay, heel fijn, hele verhaal. Dus ik begon met mediteren, ja, dan ben je nog steeds niet wakker. Dan heb ik eerder de neiging om weer wat in te slapen met schrijven. En eindigde dan met bewegen. En eh, op zich hartstikke fijn om Morning. Geeft je een bepaalde structuur om te beginnen. En toen ben ik het eigen gemaakt. Toen ben ik het eigen gemaakt. Ik deed een seminar van Joseph McClendon. En die deed een paar oefeningen. En die zei: ja, je moet dit elke dag uh, een aantal keer doen. Uh, een bepaald stop-exercise. Je uh, identity statement, dus dan maak je eigenlijk een zin waar je zegt, ik ben, voor uh, mij, uh, yeah, in het seminar in het Engels, en, en dan ga ik automatisch ga ik in het Engels schrijven. Dat is uh, ook met de journals, als die in het Engels is, dan neem ik het in Engels over. Dus uh, mijn identity statement is, I, Menno, am a happy, energetic, magnificent, abundant father, son, lover, megapreneur that helps people grow, inspires them. Makes a shitload of money and brings joy. Yes! Nou, dat is mijn Identity Statement. Die oefening, vijf keer in de ochtend. Uh, uh, dan had hij een, uh, een bepaalde oefening waarmee je dus je doel voor ogen hebt. Uh, uh, uitspreekt wat je wil. Een plaatje hebt. Gaat bewegen. Dus dat deed ik vaak met muziek. Dus begon ik begon gewoon lekker te dansen. En uh, daarna moest je je eigenlijk doen. Alsof jou op dat moment was. Dus aangeven: hé, hey, yes, dit is. Uh, dit heb ik nu, dit heb ik nu bereikt. Hè. En, uh, dan beeld ik me altijd wat in. En ik merkte: hé, hey, dit geeft eigenlijk veel energie. Je hebt een bepaalde focus, je bent lekker aan het dansen. We hebben 2000 stappen in de ochtend, heerlijk. En uh, wat ik daarna deed: hé, hey, UPW, priming exercise, deed ik er vaak uh, na. Uh, als ik er zin in had, ging ik ook nog even een stukje schrijven. Die heb, die heb ik even in laten vallen. Probeer ik nu weer een beetje op te pakken. Ik merk toch al dat het fijn is om gewoon wat... Hè, je komt in een creatieve mindset. Je, uh, je bent wakker, creatieve mindset. Even wat schrijven. En een half uur lezen. Dus ik nam anderhalf uur de tijd. Dus ik stond op vijf uur op anderhalf uur tijd om me voor te breiden. En wat ik merkte is... Hé, hey, jij bent een soort wakker. Maar ik ben al wakker. Ik had mezelf wakker gemaakt... Door te gaan bewegen, een workout te doen. Dus vanochtend ben ik eerst begonnen met een workout. 10 minuten <laughs> app-workout. Nou, hartstikke lekker. Uh, ik voel het nog steeds. En daarna uh, uh, priming. Stukje schrijven. Uh, stukje lezen. Toen merkte ik: oké, okay, ik heb even behoefte om. Toch even een momentje rust. Even een. Rustmomentje, meditatie gedaan. En uh, toen hoorde ik Jens kloek de deur open. Schaapjes heeft zijn ogen open. Nou, kom ik naar boven. En dan heb je, ben ik al de dag begonnen. Dus dan kan ik me optrekken aan zijn energie. Hij was gewoon lekker vrolijk. En um, ik ben niet nog zo van: oh, de dag moet beginnen. Oef, oef, oef. Uh, dus ik ga gewoon lekker mee in de flow. Dus dan is het een hele andere ochtend. Dat is veel fijner. En eh, dat is dus ook waarom ik om vijf uur ben opgestaan. Ik ben het gaan proberen, ben gaan zoeken. Wat is nou een dag om, die, eh, om, om dingen voor jezelf te doen, om focus. En een leuke bijkomstigheid is, ik deed een, een trainingstraject vanuit het werk en daar was een boek bij. En eh, nou, ik lees dus elke ochtend een half uur. En als ik met de, de trein ging voor corona, dan las ik in de trein. Dan las ik een half uur heen, een half uur terug, nou ja, 25 minuten. Soms kwam ik in tegen, dan zat ik even te horen, Maar dan las ik heel veel, ik had, maar bouwde gewoon momenten in om te lezen. En wat ik merkte was, ik was een van de weinigen die überhaupt het boek had aangeraakt. En ik was volgens mij de enige die het boek had uitgelezen. Nou, dat zegt dus al genoeg. Want je kan zeggen, ja, maar Menno, jij bent de lezer. Nee, ik maak tijd om te lezen. Ik vind het niet erg om te lezen, want ik weet, als ik bepaalde boeken lees, die ik in de ochtend lees, daar haal ik heel veel informatie uit, daar ik heel veel inspiratie uit. En er zijn dingen waarvan ik denk, hey, yes, dat stof, daar wil ik meer mee doen. En sommige boeken lees ik ook meer dan één keer. Omdat ik dan denk, ja, ik wil toch nog een keer hè, uh, nog een keer er doorheen. Uh, veel meer vasthouden, dingen gaan toepassen. Um, want je, je kan wel een boek lezen, maar vooral bij uh, ontwikkelingsboeken, dat moet je ook doen. En eh, dat doen, dat probeer gewoon bepaalde dingen in de ochtend te implementeren. Nou, dit is de reden waarom ik zeg: probeer nou eens vroeger op te staan. En vooral als je kinderen hebt, vooral als je een, een vader of een moeder bent en je denkt: ik heb zoveel ambitie, ik wil meer. Maar neem dan de tijd in de ochtend. Sta eens wat eerder op. Ga vroeger naar bed. Ik ging vroeger meestal tussen 10 en 11 naar bed. Tegenwoordig is het dus. Vaak om 9 uur, soms ga ik om half 9 naar boven, ga ik nog even lezen, een half uurtje, en probeer ik om 9 uur te gaan slapen. Dus zeg maar tussen half 9 en 10, dat is zeg maar de range waar ik meestal ga slapen. Nou, heb ik soms wel eens wat dingen die wat later, zorg dat het wat later wordt, bijvoorbeeld een avondsessie of wat dan ook, niet erg, omdat ik eh, heel erg bezig ben met mijn energieniveau, eh, kan ik vaak dat wel opvangen. Eh, ik drink even voor jullie. Eh, ik Probeer zo min mogelijk cafeïne te drinken. Uh, uitdaging, ik, drink al, ik heb nog nooit echt koffie gedronken. Dus uh, op kantoor dan zie je soms mensen koffie, koffie, koffie. Je kan dat zonder. Hè? Je kan je energie gewoon opwekken door een goede start in de ochtend. Dan heb je meteen een positieve vibe. Je begint gewoon met de dingen die goed voelen voor jou, zodat de dag een goede start is. Daar heb je allemaal hulpmiddel voor. Ik gebruik een priming-exercise, maar je kan natuurlijk ook uh, visualisaties uh, uh, gebruiken. Uh, Meditaties, gewoon iets wat jou denkt. Hé, hey, lekker. Ik vind het lekker om even te bewegen. Ik, ik kan ook niet echt stilzitten. En ja, met zittend werk, wanneer ga je het? Is makkelijk. Nou, de lunchpauze wat lopen. S ochtends lopen en bewegen. S'avonds lopen en bewegen. Dat is een beetje het, het frame. En ik beloof je, zodra je dit gaat doen, zodra je dit een habit maakt. En de ochtend vult met de dingen die goed voelen voor jou. Zorg dat je wakker wordt. Dus ga niet denken, oh, ik vind het heerlijk. En dan een soort in snoezelmodus anderhalf uur de ochtend door. Kan. Maar wees je bewust van wat je doet. Wat wil je bereiken? Als je zegt. Hey, goh, ik wil een uur per dag de tijd hebben om voor mijn eigen business iets te doen. Maar ik moet de hele dag werken. Ik heb de hele dag de kinderen. En s'avonds ben ik moe. Spring dan naar bed. Ga even huppen. Even een, een kwartiertje dansen. Zorg dat je hartslag omhoog knalt. Want zodra je hartslag omhoog knalt, word je vanzelf wakker. En je kan een uh, springkussen uh, gebruiken. Dat is een hele populaire. Dat promoten Tony Robbins en uh, Joseph McLendon ook heel erg. Gewoon springkussen, sta je de hele ochtend een beetje zo. En uh, pak dan je moment om voor je business te gaan werken. Voor je ideeën. Zorg dat je wat dingen doet die je dienen. En ga dan doen wat je belangrijk vindt. Voor mij, ik vind het lekker om even gewoon een boek te lezen, inspiratie op te doen. Dat is. Nou, pak een half uurtje heb die priming exercise om een intentie voor de dag te zetten, het juiste gevoel op te wekken. Bewegen is om de juiste energie te hebben. En uh, licht eraan, wat ik wat goed voel, soms doe ik wat, uh, doe ik een half uur bewegen, soms doe ik uh, een kwartiertje bewegen. Uh, ik heb ook een tijdje dat ik gewoon buiten op het gras ging staan om even te aarden. Zoek iets wat jou dient. En merk op hoe je dag anders is. Hoe je anders de dag start. Je start van je dag is hoe je de rest van de dag doorloopt. En ga het ook merken dat hoe je de rest van de dag doorloopt, als je een goede intentie, een goede vibe hebt, dat dingen ook ja, zeg maar, van je schouders af en, en, en iemand die boos wordt, denk je, oh. Ja, die zou wel heel vervelend voor hem. Die is misschien even niet lekker in het vel. Dan merk je het heel anders op. Dingen komen anders binnen. Als je zelf op een andere staat bent. En ik merkte gewoon dat de ochtend. Van, ik sta op, ik ga ontbijten, douchen, auto in, file in. Kantoor in. Even ademhalen. Meetings in. Hopelijk rotzooi waar, waar je denkt: ja, jongens, get live En dan einde dag. Vlieg in, thuis, kinderen ophalen, eten, kinderen op bed leggen. Dat wil ik niet meer. En dat vind ik. Ik vind thuiswerk geweldig, want het geeft me veel meer tijd. S voor de kids, wat ik super belangrijk vind, maar ook om dit soort dingen te doen. Als ik dat ook met mijn oude patroon kan doen, ik wil niet meer in die stress zitten van ik moet nu weg. Ik, en achteraan in de rij sluit en dan op een die rode lampen voor je zien van remmende auto's. Wat ik geleerd heb is, neem je tijd, kies je moment. En voor mij is dat de ochtend. Het kan zijn dat je zegt, ja maar s'avonds pas ik altijd van de Pak dan de avond. Alleen wees je wel bewust, als je heel hard gaat sporten, heeft dat impact op je slaap. Ze zeggen ook wel, je moet niet twee uur voordat je gaat slapen gaan, gaan sporten. Nou, dat is een ander verhaal. Uh, daar kan je van alles over vinden op YouTube, online of whatever. En misschien ga ik daar nog een podcast over bijden. In ieder geval, dankjewel voor het luisteren. Heb je inspiratie opgedaan en vond je het leuk? Laat vooral een review achter uh, op uh, je favoriete kanaal. Plaats een, uh, een, een, een comment, duimpjes omhoog. Uh, je kan mij volgen op Instagram, uh, Mennonformeringen. En uh, daar deel ik ook wat dingen over mijn privéleven en waar ik mee bezig ben. En kondig ik altijd mijn podcast aan. De ene keer wat enthousiaster dan de andere keer. Soms heb ik er ook geen zin in, voelt het niet goed. Dan uh, doe ik me soms alleen een plaatje uh, met een begeleidende tekst. En soms heb ik er gewoon lekker zin in en dan alleen neem ik een leuke video op als teaser voor mijn podcast. Nou, dankjewel voor het luisteren en tot snel!